Naar Jill, want de politie doet onderzoek naar een projectie op het Anne Frankhuis. Ja, een ontzettende pijnlijke ook weer en ook niet de eerste. Op rechtsextremistische kanalen gaat op dit moment een filmpje rond met een tekst die op het Anne Frankhuis is geprojecteerd. Een tekst die insinueert dat het dagboek van Anne Frank daarmee ook de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog nep zouden zijn. Parool heeft het filmpje in handen. We zagen net de foto's voorbij komen. Misschien kunnen we ze nog één keer laten zien. Je ziet namelijk een klein deel van de tekst. Anne Frank, uitvinder van de balpen, werd er geprojecteerd. Het is een complottheorie dus. In de jaren 60 liet een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achter, die met een balpen waren geschreven. Rechtsextremisten die zien daarin al jaren het bewijs dat het dagboek nep is, terwijl onderzoekers ook hebben geconstateerd dat die papieren per ongeluk zijn blijven zitten. Ik heb op dit moment verbinding met Naomi Mestrum, directeur van het CIDI. Goedemorgen. Mevrouw Mestrum, wat is uw reactie? Goedemorgen. Ja, we zijn vooral heel erg geschrokken. Het is zoals eerder gezegd een cliché. Dit verhaal met die balpen, dat het verwijst terug naar de Holocaustontkenning. Daarmee wordt niet alleen de gebeurtenissen van toen, de gaskamers, de Holocaust, gebagatelliseerd en ontkend. Maar het doet natuurlijk ook wat met het nazisme, wat dan blijkbaar minder heftig zou zijn in de ogen van de mensen die dit soort dingen doen. Het is vooral heel pijnlijk. Het is heel moeilijk dat we steeds weer die complottheorieën springlevend terugzien in een nieuw jasje. Nu weer op deze manier. We merken dat hoe verder de geschiedenis van ons af komt te staan, hoe meer we te maken krijgen met die ontkenning, hoe minder survivors te zijn, hoe meer er getornd wordt aan de geschiedenis. Het is antisemitisch, het is pijnlijk en het is walgelijk vooral. Ja, de politie heeft de zaak wel in onderzoek, maar het Parool heeft nog geen contact gehad met het Anne Frankhuis zelf. Dus we weten ook nog niet of zij aangifte hebben gedaan. Wat vindt u? Moeten ze dat doen? Absoluut. Het is antisemitisch. Antisemitisme is strafbaar onder artikel 137. Eigenlijk is dit voorbeeld iets. Het artikel 137 ligt op het moment bij de minister van Justitie om die uit te breiden om ook ontkenning en bagatellisering van de Holocaust mee te nemen als strafbaar. Het valt hier helemaal onder. Dit aangifte hieraf van doen is echt iets wat ze moeten, in mijn optiek. En als ze het niet doen, doet het CIDI het dan? Nou, dat is zeker iets wat we zullen overwegen, maar dat zullen we dan eerst met hun bespreken. Oké, dank u wel voor uw snelle reactie, Naomi Mestrum van het CIDI. Ja, dit soort antisemitische gebeurtenissen. Wij zagen eerder ook al een racistische leuze geprojecteerd op de Erasmusbrug rond Oud en Nieuw. Wat moeten we daar nou mee als samenleving? Ja, dit soort groeperingen zijn gewoon gevaarlijk. En antisemitisme, discriminatie en racisme zijn misdrijven, dus het is heel goed dat justitie ook norm stelt. Maar nog belangrijker is dat wij blijven investeren in het onderwijzen van onze kinderen. En dat we elkaar ook aanspreken over het bagatelliseren. Want de Holocaust mag niet gebagatelliseerd worden, dat is onacceptabel. En dat vraagt eigenlijk van ons allemaal dat we opstaan en er niet meer te makkelijk over doen. Onze kinderen opvoeden, onze kinderen onderwijzen. En in die pedagogische wijk zoals wij die in Arnhem hebben, eigenlijk ook kinderen meenemen naar het Anne Frank, naar Auschwitz, om te beleven en te zien dat je met, ik heb dat wel eens in het verleden in Amsterdam-West gedaan, met ouders. Mm-hmm. Ja, daar hoeft er niet heel veel bij verteld te worden om de impact te voelen van die geschiedenis. En dat is wat we moeten blijven doen. Maar dit soort groeperingen, dit is gewoon hartstikke fout, maar ook gevaarlijk. Dan moeten we echt met elkaar tegenover staan. Ja, burgemeester Halsema die noemt het nu ook onversneden antisemitisme. Ja, dat is het. Dus, dat is het. Dat is het. En extra zuur dat het juist bij het Anne Frankhuis, de Anne Frankhuis en ook natuurlijk Anne Frank Stichting, die zich al decennia lang inzetten om ons te vertellen over die afgrijzelijke zwarte bladzijde. Ja. Ja. Een hele pijnlijke gebeurtenis.